paar weken nog niet, uh, geleden nog uh, helemaal uh, niet aan uh, gedacht en nu voor uh, de camera's van DVS TV had jij ook niet gedacht uh, Soufian Moro? Nee zeker niet. Uh, wat ik ook zei, ik ging op vakantie met de intentie dat ik gewoon terug zou komen bij de vogels. En ja, tijdens vakantie was het snel gegaan en uh, uiteindelijk sta ik hier. Ongelooflijk hè. Even voor de alle supporters van uh, DVS uh, TV. En we hebben nogal wat uh, abonnees. Uh, dus uh, dan mag je uh, fijn even uitleggen. Wie is Sofie, Sofian Moro? Ik ben Sofian Moro, 25 jaar oud. Uh, ik kom uit Amsterdam. Ik speelde voor de Vogels hiervoor en daarvoor nog uh, een paar betaalbare clubs. En uh, zoals het uh, nu eraan gaat, ga ik in de komende half jaar hier spelen. En wie weet langer. Welke betaalde voetbalclubs? Ik heb hiervoor voor uh, in de jeugd bij Volendam gespeeld, daarna voor FC Utrecht, Peksvolle, een tijdje Portugal gezeten bij União Madeira en daarna nog een jaar bij Fortina, Sittard. Ja. Uh, ben je in Nederland geboren, Sofian? Ja, ik ben in Nederland geboren, Amsterdammer, dus uh, ja. daar woon ik nu ook, ik ben ja. daar opgegroeid. Dat is het. En, uh, en je ouders? Ja, mijn ouders uh, zijn in Marokko geboren, geboren dus uh, ik heb een Marokkaanse roots. En uh, ik ben een Marokkaan die in Nederland is geworden. En uh, 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 voetbal, waar, waar haal jij het meeste plezier uit? Waar ik het meeste plezier uit haal, is uh, ik hou van een spelletje voetballen. Dus over de grond veel tiki-taka voetbal zoals we dat ook nu tegenwoordig noemen. En uh, zoals ik al een uh, paar wedstrijden van DVS heb gezien, uh, ben ik hier aan het goede adres. En dat is, uh, ik hou van over de grond voetballen en dat, uh, dat is wat me echt uh, aanstaat. Ja, en dat is dan toch wel weer een, een hele mooie uh, toevalligheid. Dat je dan, dan nu precies bij zo'n lekker voetballende ploeg uh, uh, komt. En dat liet je gelijk in de tweede helft tegen Terleden behoorlijk zien, uh, Sofian. Ja, wat ik ook zeg. Het is voor mij makkelijker als ik in een voetballende ploeg kom. En uh, daarom voelde ik ook gelijk een klik met uh, bepaalde jongens. Die me ook gelijk begrepen. Dus voor mij was het niet echt moeilijk aanpassen. Ja, voor de eerste wedstrijd wat ik uh, gespeeld heb. En uh, ik, ik trainde donderdag voor het eerst. En toen zag ik wel dat er heel veel voetbal in de ploeg zat. Dus uh, voor mij is het alleen maar. Uh, plus, plus ja. Waarom denk je dat je bij IJsselmeervogels een beetje op het tweede plan belandde? Ja, je zat net achter Michael de Harder geloof ik. Dat is natuurlijk een echte Spiekendorper. Hè? Ja, klopt wat ik ook zei. Afgelopen twee seizoenen dus heb ik veel gespeeld bij de Vogels. En uh, afgelopen zomer kwam er een nieuwe trainer. En uh, die had er andere keuzes voor. En ja, dat moet je accepteren. Ik had een goede voorbereiding gedraaid. En, wat, en daarna heb ik ook nog een paar goede invalbeurten gehad. Maar nooit echt mijn kans gekregen bij deze trainer. En dan moet je gewoon respect voor jezelf hebben en dan uh, verder kijken. Ja, inderdaad, verder kijken. En uh, ja, nou hoop je natuurlijk bij DVS een uh, heel mooie tweede seizoenshelft uh, te hebben. Uh, misschien moet je ook nog wel even geduld hebben, een paar wedstrijden. Maar ja, hoe denk je daar zelf over? Maar Dat is voetbal, uh, DVS, uh, zoals het nu al gaat. Draai is ook goed, ze staan volgens mij uh, zes punten achter op de koploper. En uh, ik ben hier gekomen, computer worden bij Gooijelijk en heb ik ook gewoon gezegd: Ik heb het al een keer meegemaakt met de vogels. van de derde divisie naar de tweede divisie. En ik wil het hier ook meemaken. Als we zo kijk naar de groep, hebben we wel de kwaliteit ervoor om het uh, te worden. En, uh, ik zat uh, thuis te bedenken: uh, Barry Powell, Dennis Hollard, Christian van Hutje, uh, <laughs> Oktij uh, oost -Durk. en uh, Moro. Dat is gewoon een helft, de, 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 hel de helft. Toevallig zijn het toch die jongens die allemaal kampioen zijn geworden destijds. En die allemaal speelden de basis. Dus uh, het zijn wel iets meer dan de helft van de ploeg die jullie hier hebben. Ja, het is toch mooi? Ik vind het wel mooi. Ik ken die jongens persoonlijk. En zij kunnen hem ook een beetje hiermee helpen bij de club in het begin. En uh, ik vind dat alleen maar mooi meegenomen. Ik hoop dat je echt een prachtige uh, tweede seizoenshelft uh, gaat meemaken. Dat je een echte goede klik uh, met, de, met de spelers en met de supporters hebt. Want ik hoorde ze nu al wat enthousiaste reacties van supporters. Doet je dat ook wat? Ja, tuurlijk. Uh, supporters komen hier ook om uh, mooi voetbal te zien en een goede resultaat te behalen. En uh, daar doe je het eigenlijk ook voor. Je doet het voor jezelf, maar je doet het eerst, in eerste instantie voor de club. En, uh... Als de supporters kunnen genieten, dan geniet ik ook. Soufian, namens DVS TV, vreselijk veel succes uh, bij DVS. Dank je wel.